Een hoop bedrijvigheid vandaag onder de stralende zon rondom de Brede School Giessen Rijswijk, zowel binnen als buiten. Vandaag is het ANWB Streetwise project bij de Parel. Elke groep heeft een ander thema. Groep 1, 2, die in het speellokaal hebben ze spelletjes, verkeersspelletjes. Groep 3, 4 zit in de sporthal. Die zijn met een klein geel autootje, beelden ze van alles uit. Groep 5, 6 heeft het over de remweg. Die zijn hier op het jagerspad. Ze mogen ook zelf met de auto remmen. En groep 7, 8 is op de fiets. Die hebben een heel fietscircuit. Ik kan je voorstellen, deze meneer die reed wel heel erg langzaam, maar rijdt hij wat harder, dan word je eerst van je fiets afgereden. Je moet zorgen dat je altijd gezien wordt, ook je verlichting. Is dit een eigen initiatief van de school of is dit tot stand gekomen? Daar is een actieve verkeerscommissie op deze school. En elk jaar dan moet je een paar verkeersactiviteiten doen. En dit jaar dachten we gaan eens goed uitpakken. En we gaan een hele projectweek houden. Maar gisteren is het project afgetrapt. Ja, toen is het afgetrapt. Toen kwam de verkeersmakotte Safe. Die kwam met de vrachtwagen van Kant Oliehandel aan. En die werd feestelijk onthaald hier op het schoolplein. We hadden een leuk verkeerslied op de melodie van het Kabouterploplied. En die dag hadden de kinderen een les over de dode hoek bij de vrachtwagen. Ja, morgen staat er onder andere nog een zeer uitgebreide skateclinic op het programma voor de diverse groepen. In het kader van die veiligheid zijn er volgens mij ook nog een aantal hulpdiensten uitgenodigd. Hoe ziet dat programma morgen eruit? Dat klopt. Morgen komt de brandweer met een groot voertuig. En dan komt de politie. Die komt nog het een en ander vertellen op school. En is dat dan tevens ook direct de afsluiting van de week? Nee. De kleuters hebben nog een verkeersbordenspeurtocht door het dorp. En de vanaf groep 3 hebben ze nog een verkeersgymles. Dan wachten we op een... En dan kunnen jullie veilig...